Van de 6 man die zijn aangehouden zijn er 5 op vrije voeten. 1 wordt er nog verdacht van mensenhandel. Op het plein werd in 10 panden illegaal gewoond. 1 pand werd door burgemeester Van Gijsel gesloten omdat het er niet brandveilig was. Maar dat is niets vergeleken met de aanleiding van de inval, want de helft van de 54 prostituees zou er gedwongen zitten. De raamexploitanten zijn boos dat ze in het onderzoek zijn gepasseerd en Van Gijsel hen nooit eerder heeft opgezocht. Wij constateren ook weliswaar, daar geven we dan op, maar dan laat het dat onderzoek. Waarom is hij hier nog nooit geweest? Waarom niet? Dacht u dat dat nou relevant was? Ik ben er niet 1 keer geweest. Nou, dat lijkt me nogal redelijk relevant om met die raamexploitanten te praten, om te horen wat hun verhaal is. Wij hebben allemaal mensen, kijk, als ik als burgemeester alleen maar iets kan doen, als ik er zelf geweest ben, dan gebeurt er hier in deze stad heel weinig. Ik heb maar 24 uur per dag. Door deze manier heeft hij zijn eigen laten leiden door de mensen die met hem praten. Dacht u nou werkelijk dat de burgemeester van Amsterdam nou persoonlijk met Holleder is gaan praten over hoe dat met die liquidaties gegaan was? U bent toch niet zo naïef, hoop ik, hè? Maar ik vind echt zo dat hij ook eens dichterbij moet gaan kijken. Nou, ik heb er volgens nog eigenlijk geen behoefte aan. Laat ik maar eens eerst even de resultaten van het onderzoek zien en te kijken wat hier kaf en koren is. Vanavond in Onder Ons blikken Van Gijsel, Houtert en het Openbaar Ministerie terug op de enorme actie van vrijdag. Justitie denkt nog zeker 1 jaar nodig te hebben om het in beslag genomen materiaal, zoals telefoons en computers, te onderzoeken.